Nou, welkom terug allemaal. Ik wil jullie voorstellen aan Jaap Akkerhuis. Jaap is collega van mij. We werken allebei bij NLNet Labs. En Jaap die komt echt uit, hoe moet je dat zeggen, uit het hart van voor Bell Labs gewerkt. En hij staat ook aan de wieg van het Nederlandse internet. Dus het is fantastisch dat hij hier dit komt presenteren. Toen ik bij NLNet Labs kwam werken, toen dat was natuurlijk fantastisch, maar toen zag ik ook allerlei hobbyprojecten hangen, antennes en dergelijke. En dat was dus dat is een projectje van Jaap. En vandaag gaat hij vertellen daarover. Dus Jaap, okay. The floor is yours. Dank je. Het gaat dus weinig over Unix, maar dat is weer wat aardig. Titus Sky is Falling, Linux Explosions Revisit. Wel, waarom is dat zo? Nou, omdat ik heb het al eens een keertje eerder gedaan. En dus het is een tweedehands praatje. En dus in Dublin, in RIPE 66, het was volgens mij 2000 nog wat. En als een lightning talk, en dit is eigenlijk een nieuwe versie, en 2013, ik zie het zelf. En dat is geüpdated en uitgebreid met nieuwe dingen. En waar gaat het over? Ik bedoel, wat was de aanleiding? De aanleiding van deze taak was dit. Het CNN, 4 manieren om het internet plat te krijgen. En nummer 1, het space weather. Het weer in de ruimte. En dat was toen een enorme tophit, die zag het overal en diverse headlines, ik heb er maar een paar gepakt. The Guardian Express, sunspots, solar flares, the heat is on. En ook iets vreselijks, allerlei doem en ellende werd voorspeld. En ook allerlei andere dingen kwamen online. Hier is een uitnodiging, het heet tegenwoordig het Hart Math Instituut. Die houden zich bezig met de wiskunde van het hart. En het heet vroeger anders, maar het is een soort health instituut. En die probeert van alles te verkopen. Onder andere studies over geomagnetische stormen, zonnevlekken en allerlei andere dingen. En als je kijkt wat de studie is daar, dan zie je dat het geschreven is door onafhankelijke mensen, namelijk de oprichters van het instituut enzovoorts. Het idee is duidelijk, Baudet kan hier nog een puntje aan zuigen. Maar ook wat meer serieuze dingen kwamen erin. Dit is de BBC, die vertelt ook van software flares. En dat was toen ook in 2013, dat was eigenlijk de aanleiding, net een weekje daarvoor gebeurd. En dat was de grootste die er was. Nou, het was niet echt de grootste. Maar ze hadden er zelfs een tekeningetje bij over van wat er gebeurt. En dat tekeningetje komt straks terug, dus je hoeft niet alles te zien. Kijk, de zon, waar hebben we het over? Normaal is dat tamelijk saai, een gele vlek en af en toe zie je ze. Als je goed kijkt en vooral niet direct in kijken, maar met de nodige voorzorgsmaatregelen. En we zijn Trump niet. Maar dan zie je dus die spotjes en dan zijn er wat vlekjes. En dat is, voor de rest is het tamelijk saaie aangelegenheid als je dat zo ziet. Maar die vlekken, daar gaat het om. De zonnevlekken gaat het om. In 2013 was het dus, zaten we in cycle nummer 24. Dit is het. Hier aan de linkerkant zie je het aantal zonnevlekken en over de loop der tijd. En hier gaat het per in welk jaar. Je ziet dat het gaat naar beneden. Dat is per maand geregeld. Blauwe is het midden. Een soort glijdend schaal, dat is wat gedaan. En rechts is wat er echt gebeurt. Dat rode daar, en
Dat is wat er voorspeld is over hoe deze ziekel het maximum zal bereiken. De ziekels die zijn ongeveer 11 jaar komt het omhoog en dan gaat het weer naar beneden. Omhoog en naar beneden. En dus wat hier hebben we, dit is de ziekel 24. En dus toen het omhoog ging daar, toen begonnen al die berichten in de kranten te verschijnen. En tijdens de komkommertijd en... samen met leeuwen op de Hoge Veluwe en al dergelijke soort artikelen waren dat. En, maar goed, nu zitten we in cycle 25. Dit is wat we vandaag hebben. Dit ziet er iets anders uit als tenslotte de techniek schrijft voort. En men heeft het allemaal wat mooier gemaakt. En zoals je ziet, als je dat terugkijkt naar wat het was, is dat maximum is eigenlijk niet veel groter en iets groter geworden dan wat er toen voorspeld is. Maar dat is dus dat zie je ook aan de volgende voorspelling. En dat hebben ze wat bijgesteld, de algoritmes, wat het nu gaat worden. Dus we krijgen een maximum in 2027 ongeveer, verwachten ze. Wat is eigenlijk die nummering? Nou, dat is toevallig het lijntje wat ze hieronder hebben aangegeven. Ze zijn begonnen met die dingen te meten in 1700 nog wat. Vanaf die tijd zijn ze gaan tellen van het aantal pieken wat ze gezien hebben. Dus nu zitten we in piek nummer 25. En dat is... Daarvoor wist men al dat er vlekken waren. Het zijn Egyptische dingen. Mensen hebben gezien dat er rare dingen waren. Ten slotte waren dat zonaanbidders. Maar systematisch is er eigenlijk nooit gemeten. Maar dit is hier is nog een de verkeerde kant op. En hier is de historische data allemaal achter elkaar. De zonnespotten 1 tot 25. Je ziet dat het gaat een beetje op en neer. En dan komen we straks op terug waarom dat zo is. Of dat we eigenlijk niet weten waarom dat is. En wat is er nou met die zonnevlekken aan de hand? Daar gebeuren rare dingen in. Het zijn eigenlijk een soort magnetische hotspots. En er gebeuren explosies en andere dingen. En van twee soorten. De actieve zijn de flares, dat zijn enorme uitbarstingen van energie. En coronal mass ejections. Heb ik dat goed? Ja, dat heb ik goed gespeld. En dat is dat gewoon gigantische hoeveelheid gas ontsnapt uit de corona. En meestal verdwijnt dat weer terug naar de zon, want de magnetische veldlijnen, dit is allemaal wat ik hier zeg, gas is gewoon plasma, een heleboel verzameling, diverse dingen, het is niet echt gas meer te noemen. En het gaat er terug, maar soms, die flares die zie je altijd, die komen altijd rond, maar die gaan één kant op. En hetzelfde met de CME's. Die zie je, meestal valt het terug, maar het verdwijnt ook de ruimte in. Maar niet noodzakelijkerwijze krijgen we dat voor onze kiezen. En het kan ook, er zijn diverse kanten aan de zon en die dingen kunnen ook gewoon de ruimte ingaan. Maar je ziet wel wat effecten, wat er gebeurt. Nou, laat een ander plaatje zien van de zon. Dezelfde zon en hetzelfde tijdschip als wat we echt zaten. En dat is waar temperatuurverschil gemeend. Dus alles wat daar wat geler is, is dus nog warmer dan de rest. Dat had ik net niet verteld, maar misschien even. De zon is groot. Er kunnen ongeveer 40.000 aardes in de zon. Dus de schaal waarop dit zich afspeelt, is nogal groot. Dus zo'n klein zonnevlekje, daar past het een paar aardes in. Dus als je dat voor je kiezen krijgt, dan kan er wat raars gebeuren als je er zo dichtbij zit. Maar gelukkig zit het 130 biljoen kilometers bij ons vandaan. Dus
Ik zei al, er zijn wat magnetische activiteit. Dus als je alleen kijkt naar de magneetvelden van diezelfde vlekken weer, dan zie je andere verschijnselen. Het is vrij rustig, maar de hoge activiteit in de magneettijd. En je kan ook nog kijken naar wat gebeurt met de ultraviolet licht. En dan krijg je dit te zien. En dan dezelfde vlekken weer. Maar je ziet al een beetje dat die magneetlijnen heen en weer gaan. Je ziet ook de hele tijd met dingen ontsnappen. Dat is wat ze over het algemeen de solarwind noemen. Dus het is een continue stroom van deeltjes dat van de zon afkomt. En sommige mensen, er zijn ook plannen om dat te gebruiken om voor ruimtereizen. Je kan er gewoon op zeilen als je dat wil. Dat, af en toe gebeurt dat en dan wordt er weer een enorme plastic ding in de lucht. Hopen ze maar dat je ontvouwt. En dan kijken ze of ze op die manier dingen kunnen voortbewegen. Nou, veel succes hebben ze nog niet, maar het werkt wel. En goed. Er is dus interactie tussen de zon en de aarde. En dat is dat plaatje van de BBC wat we net zagen, alleen nu wat uitgebreider. En wat je hier wat beter kan zien is eigenlijk dat, dingen komen van de zon vandaan en de aarde is omgeven door een magneetveld. En dat is maar goed ook, want anders bestonden we niet. En hoewel, of dat nou erg is. Maar oké. En de magneetveld, wat ook, en die straling die uit de zon komt, die drukt dat hele magnetische veld, drukt die helemaal in elkaar en beschermt dus eigenlijk het groot gedeelte van de aarde. Veel stralen verdwijnen aan de zijkant en dat is waarom het zo asymmetrisch eruit ziet. Nogmaals, het is niet op schaal, want de aarde die hier getekend is veel groter dan eigenlijk dat er bij de zon zou zijn en de afstand is ook wat anders. Maar dit is eigenlijk, maar dit zijn de interacties die plaatsvinden. En dus dan gaan we een beetje beter naar de aarde kijken over wat er nou precies gebeurt, hoe dat eruit ziet. Nou, hier beneden, het is een beetje een onduidelijk plaatje, dat heb ik ergens vandaan gejat, zoals de meeste van deze plaatjes. En, maar dit is de aarde. Dit is, ik had twee manieren kan je het indelen over wat de omgeving van de aarde is. En het is een soort de atmosfeer, dus dat is links wat je daar hebt. En je ziet dat de atmosfeer, dat houdt al heel snel op met de lucht. Na 10 kilometer omhoog gaat het al moeilijk met ademen. En dat is waar. De andere verhaal over de Concorde. Maar daar begint dus de troposfeer en de stratosfeer en de mesosfeer. Het zijn allemaal verschillende soorten samenstellingen van, afhankelijk van hoe dik het is van de gassen die het is. Maar die zijn ook vaak geïoniseerd. Dat zie je aan de rechterkant. Dat heet daarom ook de ionosfeer. En er zijn ook diverse lagen te onderscheiden. De belangrijkste zijn de D, de E en de F. En dat is eigenlijk wat een gedeelte van de straling tegenhoudt, waar ook de magnetische problemen, reacties plaatsvinden. En je ziet al een beetje die groene streepjes daar. Nou, wat gebeurt er nou met die ionosfeer? Dat is afhankelijk of het, dat heeft een dag- en een nachtritme. En dus wat we hier zien bij de ionosfeer, link plaatje is overdag, rechts is 's nachts. Er zijn dus verschillende lagere soorten ionisaties. En de eigenschappen veranderen gedurende de dag en de nacht. Wat je ziet is gedurende de dag verdwijnt de D-laag. Gedurende de nacht verdwijnt de D-laag en de F1-laag. Maar de E-laag en de F2 die blijven bestaan. Zowel dag en nacht. Daar hebben die verschillende eigenschappen en de D-laag bijvoorbeeld absorbeert veel radiostralen. Dus overdag verdwijnt het meeste van de radio die op, die worden geabsorbeerd door de D-laag. En hetzelfde als met de F1-laag. Alleen de hele lange golflengte, die worden door, dus afhankelijk van de golflengte eigenlijk is de absorptie veel of weinig. En de hele lange,
die worden eigenlijk nauwelijks geactiveerd. En die worden dan weer kaatst door de E en de F-laag. Dat is wat we hier een beetje zien gebeuren. En de meeste radio gaat al via de grond. Nogmaals, dit is niet op schaal, want het is, de aarde zou nog veel groter zijn. En, maar die worden dus op de VLF, de Very Low Frequency, worden dus signalen uitgezonden. En Very Low Frequency is echt Very Low Frequency. En dat is waarom het zo vrolijk is. Dat is de andere kant op. En wat doe je, waarom doet men dat? Nou, dat is om met duikboten te praten. Die lange golflengte hebben nog een andere eigenschap. Ze kunnen eigenlijk door water heen. Ze hebben geen last van het dipooleffect van de waterstof en zuurstof, wat ook normaal raad. Maar de hele lange, dus gaat er min of meer doorheen. En dus dat wordt gebruikt door diverse floten om met hun submarines, hun onderzeeboten te praten. En, nou, is dat niet veel? Ik bedoel, de golflengte is bij 24 kHz. Dat is, kan je bijna horen, hoewel het dus elektrisch wordt. Maar, dus het is echt, en het kost veel power om de halve aarde te bespreken. De grootste is, die staat in Cutler, Maine in Amerika. En die is 2 megawatt, wordt uitgezonden dag en nacht. En de snelheid de ballen droven is ongeveer 150 pound. Dus wat je eigenlijk maar kan opsturen in de duikboot is van stuur een antenne omhoog zodat we de satellietverbinding aan kunnen zetten. En dan kunnen we het eerst op praten. Dus, en er worden natuurlijk allerlei andere gegevens over gedaan, maar langzaam. Sint Kriek is ook een interessante zender. Het staat midden in Amerika, weinig duikboten te zien in het midden van Amerika. Maar ja, god, het gaat overal doorheen, dus het maakt niet zoveel uit. En Jim King is interessant, want het zijn 2 bergruggen. En daar hebben ze draadjes overheen gespannen en dat is de antenne. Je kan ze vinden op Wikipedia, dus een beetje zoek, speciaal met de letters. En die heeft dus een bandbreedte van 40,8. Die sturen af op 24,8 kHz. Dus het zit allemaal dicht bij elkaar. Het is niet alleen Amerika die dingen heeft hoor. In China heeft er een aantal. De Russen uiteraard ook. En die vindt ze overal. Hier in Europa, in Duitsland, Noord-Duitsland staat een antenne. In Frankrijk weet ik er een. Engeland heeft er ook eentje. Zweden heeft een van de eerste. En die wordt niet meer gebruikt, maar door de hobbyisten wordt er eentje per jaar een uur lang over uitgezonden. En op de 18,2 kHz, als ik dat goed weet. Dus, maar dat is, mensen hebben rare hobby's. die kan dan, behalve de duikboten, diezelfde signalen worden ook gebruikt om water op te sporen. Dus als je, dit is een firma die maakt ook speciaal ontvangsten voor en dan kan je op verschillende plekken, bij een gesteente kan je die ontvangst neerzetten en dan zie je rare verschijnselen en dan kan je de ondergrondse meer op sporen. Dus dat is, sommige mensen zeggen van inderdaad, nou dat is mensen die wikkelroepen doen, die zijn ontvankelijk voor die lage frequenties. Dat zal wel, denk ik wel. Speculaties all over space. Nou, wat gebeurt er nou? Met, wat kan je nou zien? Zo, bij, wel in de nacht, het verschil tussen de ene en de andere. Als we nou overdag zo'n enorme klap energie richting de aarde komt, dan duikt die laag heel even in. En dan wordt de ontvangst van die laag signalen, we kijken niet wat er op staat, alleen maar of ze al of niet zijn, die ontvangst die verandert dan. En dat, dus tijdelijk verdwijnen alle D en
heel laag overdag en die ziet alleen maar erg laag. Die ziet laag compleet, dus gaat plotseling omhoog het signaal. En dat is goed. En het is vrij eenvoudig om dat te meten. Dat is de grap hiervan. En dus daar hebben we apparaatjes voor. En hier foto twee van die dingen. En links, dat is de analoog, is er eentje met een analoge filter. Dat is een, werden gemaakt met Stanford University. En het is eigenlijk, het is een ontvangertje. Er komt uit, de coaxiale antenne gaat erin. En de lampjes branden als die aanstaat. En het komt dus afhankelijk van hoe sterk het signaal is. Tussen de min 5 en de plus 5 volt komt eruit. En wat je ook kan doen, en dat is een ding van later, is dat heet de wandeling de supersit. Ik vind het een vreselijke naam, maar goed, Amerikanen. Dat is eigenlijk gewoon een ontvanger die het signaal versterkt. En dat verdwijnt dan gewoon je analoge poorting van je PC. En daarmee, en als je nou zo'n programma's op loslaat, kan je er vast Fourier-transform op doen. En dan kan je precies die ene golflengte pikken die je wil hebben. De analoge signalen zijn wat moeilijker. Want er zit een gyrator in, dat is een soort omgekeerde transformator, dat is de elektronica. Die maken hele scherpe filters, dus dan kan je precies op de 24 kHz of de 24,8 kHz. Alleen met dat, daarmee filt hij al de andere ruis eruit. Want er is een zootje ruis in deze wereld. Daar hoor je niet goed van. En, goed. Nou, dit is mijn oude monitorstation. Oeh, geweldig. Midden in de jungle, zoals je ziet. dit is een 2013. We hebben hier ook nog een backup computer. En dat is een grote antenne, een kleine, groot was experimenteel. En hier staat het kastje, daar is het analoge dingetje. En een oude computer, nog steeds geloof ik. En dat is dus eigenlijk iets anders wat je nodig hebt. In de solar, waar het instituut gevestigd is in Stanford, staat die antenne gewoon in de kelder. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je zit, als het maar niet te veel ruis is. En daar heb ik dus last van. Maar dat is een ander vraag. Goed, en dit is de explosie in de zon op welke dag was dat ook alweer? Nou, ergens 26. Oh nee, dit is de model. Dit was twee weken terug, 26 oktober, was er weer een flinke flare. Dit is een bepaalde golflengte weer. Je ziet, explosie, veel van het gas valt hier terug van de magneetlijn langs de meetlijnen genoeg. En de andere gaat naar buiten. Nou, weet jij of dat soort dingen samenvallen met uitlatingen van modellen? Ik zou het haast wel zeggen, maar er zijn mensen die inderdaad nog goed. Hoe zie je dit nou op? Wat zie je nou op je signaal? Nou, dit is de ruwe data die je ziet. Die daar links, dit is UTC, dit is dezelfde dag. En precies, ja, 28 oktober. Dat is dag, hoog signaal is dat. Dan gaat het naar beneden, want de zon komt op. Het is best een uitslingerend verschijnsel. Want eigenlijk moet je dat voorstellen, zo'n F-laag is een soort golfpijp waartussen die daad gaat. En naar een van die pijp, dat ziet er altijd wat anders uit. Als je hem afbreekt, dan krijg je die rare uitslingerend verschijnsel. Maar dit is wat er echt gebeurde op dat tijdstip, 15 uur. 30 gezien. Dat is wanneer de flare was. De F-laag is ingedeukt, plots gaat het signaal op. En dat wordt voornamelijk gebeurd door de straling, dat zijn de veel röntgenstralingen die daar komt.
die verknal al die andere laag, die worden weggeblazen. Dus dat was een interessante explosie. Dit was een X-1-2, geloof ik. Ze hebben ook allerlei verschillende klassen. En, al die signalen die worden opgestuurd, door sommige mensen althans, naar Stanford. En dit is hoe het in de Stanford database wordt het allemaal wat genormaliseerd. Dat is de X-1. Wat genormaliseerd en zoals je ziet waren nog al die rode stipjes, dat zijn ook allemaal ontploffingen die geweest waren, maar niet de goede kant op, dus daar zie je er weinig van. En niet groot, maar x is groot. Het verschil tussen een x en een m is een factor 1000. En het is een logaritmische schaal en de c zegt helemaal niks. En, relatief gezien althans. Ik wil daar niet in zitten, maar dat is een ander punt. Dus dit is mijn monitor, ook nadat het door, door Stanford heen gegaan is. Zo ziet dat eruit over. Dus iedereen kan het opvragen. Per dag wordt alle data verzameld en dan kan je allemaal onder elkaar kijken. Je kan, uitreiken, je kan de data van de mensen ophalen. En het is een enorme database. De database zelf was eigenlijk, waar dit in staat, was eigenlijk een testdatabase voor de data van de SDO. De SDO is een satelliet die de zon bestudeert en die stuurt de data naar Stanford toe. En die foto's en het gedoe. En dat is, die data die wordt al eerst wordt die, uitgefilterd, alleen interessante stukken worden meegestuurd en dat is 1 terabyte per dag. Dus als je data verzameling wil zien, moet je met astronomen praten, want het is gigantisch. Dat de netwerken die ze hebben, om dat te verspreiden over de rest van de wereld, dat is bijzonder interessant. Ja, ja, al die ontvangers die staan overal. Dus in India, in Afrika staan een flink aantal van die ontvangertjes. En eigenlijk die ontvangers, dat heb ik nog niet bijgesteld, dat is bedoeld als een soort outreach project voor middelbare scholieren en zo. Dat is natuurlijk ook wat kids wat echte natuurkunde konden doen. En de astronomie, vandaar dat ook die lullige ontvangertjes, dat is heel goedkoop. De supersit kost tegenwoordig 20 euro of zo. Er zijn ook nog veel meer mensen die hier naar kijken. Dat is een andere satelliet. Dit zijn de GEOS-satellieten. Zijn de van het Noord-Amerikaanse Atmosferisch Instituut. Die hebben de hele tijd satellieten rondgehangen. Die niks anders doen dan de aarde te bekijken van bovenaf. En hebben onder andere X-röntgenmeters aan boord. En dit is dus, dit is een andere dag. Dit was 2 dagen terug. Het was ook weer een ontploffing. En een M, ja, het was een M1.4. Maar die ging helemaal de andere kant op, dus daar hebben we niks van gezien hier. Nou, daar hebben we wel wat van gezien. Maar dat is een ander verhaal. Dus een gekannibaliseerde explosies, dat is een interessant gedoe, maar ik ga buiten die bestek. Maar dat is dus wat de geosatellieten zijn. Er zijn er in de loop der jaren, dit, oh, ik heb het er niet onder staan, ja. Dit is nummer 5, 16 en 17. 2 verschillende satellieten. Dus elke keer, om de zoveel paar jaar wordt er weer een nieuwe omhoog geschoten om de oude te vervangen. Maar dat is wat je daar ziet. En dus, ze hebben veel meer informatie gedaan. Kijk, hoe ziet daar eigenlijk zo'n explosie eruit? Nou, deze is Hadson genomen en is dit degene die beweegt? Even kijken. Boom. Dit is dus de uiteindelijke explosie die we net gedaan hebben. Even kijken of dat nou lukt hoor. Oh nee, dit lukt niet. Maar nog een keertje, dus dit is gewoon de zonnebrek. De grote flare. En dus ook wat er dan komt, is daarna komt die coronal mass ejection, de CME. Even kijken hoor, hier komt de CME.
En dat is dus wat deze foto is genomen door Soho. Soho is een satelliet die in de jaren 90 is omhoog. Is eigenlijk een spacecraft, het is geen satelliet. En die werkt veel langer dan ooit de bedoeling was. Maar dat. En dat is, hier zie je dus die gasontploffing gebeuren. En dat gebeurt, dit filmpje herhaalt zichzelf. En dat verdwijnt richting aarde en het heeft interessante effecten gehad. Zoals we dus zien, want kijk, op de zon ziet het er zo uit, is in een andere golflengte diezelfde flits die we net hebben. Maar een paar dagen later, die geïoniseerd gas, de duurte gaat tussen de 5 en de 1200 kilometer per seconde, gaat het richting aarde in dit geval. Dus het duurt enige tijd voordat het hier is. Maar we zagen die in Nederland ook. Dit is een foto waarin ter schelling genomen. En wat je hier ziet is dat het noorderlicht, hier is een beetje vaak verschijnsel. Maar dit is het noorderlicht, dus het invang van die ionen om de magneetveld heen naar de Noordpool. De Zuidpool gebeurt het ook, maar ja, dat zie je dan in pinguïns. Dus het is niet echt interessant. En hoewel er staat ook zo'n detector ergens op een instituut in de Antarctica. Het is een heel slechte internetconnectie trouwens. Maar dit is dus in Terschelling, Sietse Schoutsma heeft deze foto gemaakt. Er was een filmpje van op het NOS, heel kort, alleen die heb ik niet kunnen stelen helaas, anders had ik het wel zien. Maar, dus je ziet daar, ik heb het ook een keertje gezien vanuit Amsterdam, jaren terug, in 2003, dus heel in de verte kon je iets zien wat er ongeveer uitzag als dit. En dus dat waren dan veel kleiner. Dit is eigenlijk een veel mooier filmpje wat ik vond, dat in IJsland gemaakt is. Van hetzelfde ding. En dan zie je hoe dat. Dit is versneld. De tijd staat er niet bij. Maar dit is over hoe dat gedurende een paar uur, en als je dat al die gif blijft samenvat. Ja, het is een schitterend filmpje. In Japan willen ze graag dat. Mensen, dus dat is het verhaal, dat gebruikt mensen dan baby's maken, want die worden veel gelukkiger als dat gebeurt tijdens de zonnevlek. Dan niet. En het zal wel, denk ik. En nog eens, hier zien we over hoe dat dan, daar komt dus een front aan voor al die deeltjes, dus het meeste wordt weggegooid door de magneetveld, maar sommige keren weer terug en die worden ingevangen door de polen. Dus, goed, we gaan. Ja, het reutelt nog wel een tijdje door. Dit is mijn huidige station. Voor te laten zien hoe groot het allemaal is. Nou, niet zoveel. En dan hebben we er een human bij. even kijken. Deze is buiten gebruik. Het probleem is, er zit in een polder en die wordt de hele tijd leeggepompt. En dat maakt een enorme hoeveelheid lawaai in elektriek. En ik vang veel te veel ruis met die andere antenne dan met het kleintje. Die is toch Usenix. We hebben het over Usenix. Een bord. Dit is wat het ding wat dus achter Willem staat. Wat ik vergeten was te vertellen, daarmee heb ik de foto gepakt. Dat signaal van min 5 tot plus 5 volt wordt omgezet in een, door een AD-converter. Als een serial RS-232 verdwijnt dat je computer. Dus dat is. Daarom kan je ook met dat kastje maar één frequentie ontvangen, terwijl als je het vast Fourier doet op het complete signaal, dan kan je eigenlijk kiezen tussen wat.
Hoe, nou is de vraag, hoe ben ik hier eigenlijk verzeild geraakt? Nou, zo moet Deborah Seuss of Debbie Seuss van. Elke dingen onder ons weten dat Debbie is eigenlijk degene die de groepleider vanuit Lawrence Livermore om software tools te doen. Die heeft allemaal Unix utilities naar de meest wilde systemen, VMS, Prime systemen die al lang niet meer bestaan. En allerlei andere zo'n soort artificiële Unix omgeving te creëren. Ze is ook een tijdje voorzitter geweest van Usenix, de IEEE en nog meer van die dingen. En haar man is dus een van de onderzoekers van de SOAS-satelliet. En zij doet tegenwoordig, of is ook met pensioen, outreach voor Stanford Research. En zo is de spacecraft. Het draait niet om de aarde heen, maar het hangt tussen de zon. En daar staat eigenlijk stil. Die andere. Dat is het Lagrange-punt nummer 1. Het zijn vier punten tussen de hemellichamen waar de zwaartekrachten elkaar opheffen. Dus als je handig bent, kan je daar dingen parkeren. En één hier, één hier is de aarde, daar is de zon. Eén hier, één hier. Eentje aan de andere kant van de zon en eentje aan de andere kant van de aarde. Dat is een interessant gegeven. En ze vroeg op een gegeven moment van of ik kon helpen, want het was Sarah Meul, ook van Bell Lab, die zat in Peking op dat moment en was bezig met een groep studenten om monitor aan de praat te krijgen. En dat lukte maar niet, vanwege het grote tijdsverschil. En we zitten dan halverwege. Dus hij is uitgeholpen en daarna bleef dat gedoe. Dus de analoge datacapture gedoe, de draaide onder MS-DOS, Windows 95 of whatever het was. En dus dat heb ik naar Unix weten te moven. En de SuperSit, de software voor die fast-VA transformaties, allemaal geschreven in Python 2.3 of zo. Heel oud. Waar de helft van de source was kwijtgeraakt. En toen heb ik dat een beetje uit allerlei brokstukken bij elkaar kunnen vegen tot weer een werkend geheel. En het draait nu om met Python 3 zelfs. En ook heb ik de packaging voor Windows gedaan. Het was bedoeld voor middelbare scholieren, zo de kennismaking met hoe je iets wetenschappelijk aanpakt en dit is een leuk project. En dat is eigenlijk hoe het was. En het moest dus goedkoop zijn en makkelijk installeerbaar. Dus iemand van, ja, ik kan van Windows zeggen wat je wil, maar het is zo'n soort troep dat je kan het alleen maar als één grote bulk installeren. Dus de Python packaging en tegenwoordig zijn er veel hobbyisten die gebruiken, dus gebaseerd op mijn herbouwde source, gebruiken ze onder Linux en gebruiken de echte Python stuff. Nou, wat je hier aan overhoudt is typisch Amerikaans, allerlei plakaten. Boven is van de VN, die heeft dat een keertje aan mij opgestuurd. De heliscoop, dat was een van de jaren waarvan ik niks van af wist. Maar daarvoor heb ik bedankt van beide. En hier samen met een van de Verenigde Society of Amateur Radio Astronomen en ik zijn altijd heroes in de solar space physics. Wow. Terug naar het begin. Wat is eigenlijk de schade die hier gebeurt? En het, de hoeveelheid straling die in de ruimte rond zit, is niet weinig. Als je bijvoorbeeld op de maan zou staan, ja, hetzelfde zijn als je 2000 röntgenfoto's hebt gedurende die tijd. En niet alleen van je kies, maar van alles. Dus echt gezond is dat niet. Dus ik wens meneer mensen die op weg zijn naar Mars, veel plezier om, die zijn 2 jaar onderweg,
zonder enige bescherming. Door de hoeveelheid bescherming die je in zo'n raket moet bouwen om te zorgen dat je het overleeft, gaat goed. In 1972 was een Apollo-missie uitgesteld en ook was er een grote uitbarsting. Dat viel tijdens het uitstel van de Apollo-missie. En dat is maar goed ook, want vermoedelijk zou niemand van de astronauten deze klap overleefd hadden. Dat was een tamelijk grote. De magnetische stormen die al die verschijnselen veroorzaken, die veroorzaken problemen in de powergrid. Dus waardoor er rare spanning ontstaat. En dat gaat moeilijkheden geven voor de powergrid. In New Jersey, dezelfde stormen knalden een transformator uit op zo'n 300 café ding. En die liggen niet echt in de winkel, dus gewoon de halve staat er een paar weken zonder elektriciteit vanwege dat gedoe. En er zijn veel kinderen geboren 9 maanden later. En dat is goed. Het andere grote bekend verschijnsel is kerk, om het even apart noemen. In 1859. Meneer Carrington was degene die dat onderzocht had en dat heeft zijn naam. Er kwam dus zo'n gewone massa-injection, die kwam nogal snel en die kwam hard. En ongeveer binnen 19 uur nadat hij ploffing was, raakte hij de aarde. Het gevolg was ook heel Noord-Amerika. Waar auroras te zien, tot en met Florida toe, en dat is nauwelijks nooit meer te noemen. En ze hadden mensen een krant lezen, terwijl midden in de nacht, onder het genot van de aurora. En er was nog geen elektriciteit, het was alleen maar de telegraaf was op dat moment. Nou, dat systeem, wat er dan was, dat ging helemaal kapot. Aan alle kanten gingen rare dingen gebeuren, vonken sloegen uit apparatuur. Er is een verhaal over geëlectrocuteerde telegrafisten. En één voordeel was, het werkte ook zonder dat je de power had. Maar voor de rest, dus, als zo'n ding dus nu zou komen, dan is het bijzonder onduidelijk. Dan is het niet alleen het internet dat plat gaat. Nou, dus kan je ook als je op de goede of de slechte plek zit, dan zit je ook gewoon maanden zonder stroom. Want die transformator bouwen kost, die gaat op bestellingen en die liggen niet op voorraad. En er gaat van alles nog wat mis. Dus ach, internet is één van de weinige problemen, één van de problemen dat is. Zou ik eens zeggen dat de fiberlijnen regels, dat daardoor een soort elektrische isolatie is tussen verschillende gedeeltes van de wereld. Maar ja, het probleem is natuurlijk dat de lange kabels, fiberkabels, die hebben daartussen versterkers zitten om het signaal te regenereren. Die moeten gevoed worden. Dus wat er allemaal gaat gebeuren, ik zou het niet weten. En een ander effect waar sommige mensen over speculeren, maar het is wel een goede verband. Misschien heeft het effect op het klimaat. Want als je kijkt naar de tijdslijn, zijn die 25 cyclus hier, dan zie je dat rondom 1800 was het wat heet het molenminimum, maar er toch wat weinig waren wat weinig vlekken en dat is ook de tijd waar hier in Nederland van zijn schilderijen, zoals die van Pieter Breugel de Jonge gemaakt is, dat mensen vrolijk de halve winter aan het schaatsen waren, de Zuiderzee bevroren was en er overheen komt. Dus ja, er zijn sommige theorieën dat het misschien het klimaat heeft daar beïnvloed. De Nicolaas was toch alleen Noordelijk of niet? Dit is een van de speculaties die er is. Het raar is dat over het zuidelijke heel weinig bekend. Dat is ook een beetje. Het was allemaal godsdienst. Dus er waren speculaties bij de vorige cycle. Dat zou helpen bij de
opwarming van de aarde, want dan zou het wat minder worden. Nou, volgens mij helpt het juist niet. Want als het zou helpen, dan zou het dus over een tijdje veel sneller moeten opwarmen dan je wil. En tent het nu alleen maar even te opwarmen. Allemaal speculaties, en het zijn echt allemaal speculaties. En wat, er zijn weinig statistieken te vinden hier. Ik bedoel, de zon bestaat zo 5 biljoen jaar uit. Dus, en we meten alleen maar 400 jaar. Dus het is een blip. En daarin vinden we misschien iets wat lijkt op de twee anomalies zijn. Het is geen pijl op te trekken als je dat serieus neemt. En, en soms zie je ook dingen niet, want het is, men vindt nu terug dat er in de Pacific in 21 ook een soort Carillon-event heeft plaatsgevonden, maar dat was op de Pacific. En er was niemand ongeveer die er was, behalve een paar van die eilandbewoners en zeker de koeien. En de eilandbewoners hebben dan iets, een soort legende over dat er rare dingen gebeurden in die tijd. Maar niemand heeft iets gemeten of wat gezien in die tijd. Misschien is er ook al wat geweest. En dit is eigenlijk mijn verhaal. En ik vind dit altijd het mooiste plaatje. Ik heb, dit was een... dit is ook een filmpje van, maar dat kon ik niet zo snel vinden. En hiermee... dit is de Sunflare, een hele grote. En die ook weer terugvloeide richting de zon. Dankjewel.